een mokerslag voor jullie kan ik me zo voorstellen. Hoe ben jij woest net in de kleedkamer geweest? Hoe ben je eronder? Nee, je bent niet woest. Dit is inderdaad wat je zegt, het is een mokerslag. Hè. Je gaat zo'n wedstrijd in met de intentie om die te winnen, om verder te komen in de beker. En ook voor het gevoel proberen op te vijzelen. En ik moet zeggen, de eerste helft liep dat nog aardig. Elke keer als ze de bal hadden, hadden wij weer snel de bal terug. We creëerden, het vond ik te weinig kans, omdat we toch het baltempo te laag hadden. En aan de buitenkant er niet echt erdoor kwamen. Dus daardoor creëerden wij en uit één bal die verkeerd valt, scoren we een 1-0. Ja, en dan, dan moet je achter de feiten aan. Dan probeer je in de rust dat recht te zetten. Door te zeggen van nou, het tempo moet hoger en meer naar de zijkant. 1-1 proberen te creëren. En dan neem je wat meer risico. En we creëren de tweede helft wel wat kansjes. Maar op het moment dat wij eigenlijk ver bank gaan spelen, scoren hun de 2-0. En dan zie je gewoon dan de laatste 10 minuten kun je bijna niks meer creëren. En word je eigenlijk word je weggespeeld die laatste 10 minuten. Ik vind het knap dat jij niet woest of niet kokend bent. Want jij bent de trainer, jij bent de verantwoordelijke. En jouw spelers laten met een prestatie als dit ook de trainer openlijk in de steek. Nou, ik ben natuurlijk mee woest. Van binnen ben je echt woest. En, alleen, je probeert reëel te zijn en te kijken van waar is het fout gegaan. En daar kom ik nou net op en dat zeg ik ook tegen jou. Dan zie je dat je voetballend gewoon te weinig hebt gecreëerd. Dat is wel heel erg tegen een topklasse, want er zit even twee klasses niveau tussen. Nee, dat is ook erg. Dat had ik beter kunnen. En nogmaals, het tempo was daarin veel te laag. En op het laatste moment gooi je de poort open. Ja, en dat pakt dan helemaal verkeerd uit. Maar ik denk dat we gewoon veel meer moeten creëren. Je weet hoe dat ze spelen. Hun zakte gewoon heel ver terug. En loerde op fouten van ons en counterde. En dat geeft niks, dat weet je. En dan moet je het tempo hoog houden, het veld breed houden. De spits aanspeelbaar houden. De lijn naar de spits openlaan. En dat deden we niet. We kennen het verhaal bij jullie, hè? Kwaliteit is relatief laag. Al spreek jij daar openlijk, logischerwijs over jouw ploeg, nooit zo nadrukkelijk over uit. Maar hoe ga jij de boel hier op de rails krijgen? Nou, daar gaan we dus weer aan werken. We hebben een zadig hebben RKC en dan hoop je dat die jongens hiervan geleerd hebben. En dat hebben we ook gezegd. Ga maar eens naar huis toe, kijk maar eens in die spiegel en denk maar zo goed na. Waar kun je zelf in verbeteren en waar kunnen we in beter in worden? Maar Excelsior is vaak een club waarbij de druk relatief laag is. Voel jij inmiddels toch wel aan het toenemen is? Nee, ik voel de druk niet. Ik heb mijn eigen voorstellen dat die supporters je naam schreeuwen. Ik kan me eigenlijk voorstellen, die hebben betaald. En die willen ook resultaat zien. En dat is normaal, maar ik voel het ook niet toenemen. Het gaat wel gebeuren als het de komende weken zo blijft zoals de afgelopen weken, denk ik. Zeg jij dat of zegt de club dat? Ik denk van buitenaf. Daar maak ik natuurlijk ook onderdeel van uit, die supporters buitenaf. Ja, nee, daarom. Het gaat erom dat we hier in de club proberen rustig te blijven en het weer op de rails te krijgen. Wij werken de dag en de dag. Heel veel succes daarmee. Dankjewel.